Dag, roestoplosser is de laatste opgave van het herexamen havenscheikunde van 2015. Begin bij vraag 31. Hier moet je een andere naam voor roesten noemen. Een beetje corrosie. Vraag 32 dan. De vergelijking kloppend maken. Iets wat je in de derde klas vaak deed. Nou, pakken we het aan. Er staan twee ijzers na de pijl. Twee ijzerdeeltjes. Ik in twee ervoor. Water kun je kloppend maken door hier een 3 voor te zetten. En dan alleen het zuurstof nog. Nou, behalve die 3H2O en 3H2O staan hier nog 3 O'tjes. Als ik er een 1,5 zet, klopt dat. En dan ga ik alle coëfficiënten verdubbelen. Dus is dit het antwoord op de vraag. Tijd voor vraag 33. Hier moet je aan de hand van de ladingsverandering van de ijzerdeeltjes afleiden op het omzetten van ijzer tot roest dat een oxidaat of een reductor is. Nou, ijzer is een metaal, Fe, en dat heeft geen lading. Zullen hier een nul in. Roest heeft deze formule, Fe2O3.3H2O. Nou, daar heeft het ijzer een 3 plus lading, want die 3 O'tjes, die 3 O2 min ionen, hebben lading 6 min. Moeten die 2 ijzerionen 6 plus zijn, dus L3 plus. Nou, wat is dus gebeurd? Hij gaat van een lading van 0 naar 3 plus. Dus hij heeft 3 elektronen afgestaan. Dat betekent dat ijzer hier een reductor is. Nou, een metaal kan ook alleen maar een reductor zijn. Vraag 34. Hier zegt ene Matthijs dat de roest reageert met de roestoplosser. Dus je moet hem oplossen. En dat moet je onderbouwen aan de hand van de formule van roest en de informatie op het etiket. Nou, hier het etiket en hier de formule van roest. Noem het ook even in je antwoord. En welke informatie hebben we nou nodig? Dat is dat het fosforzuur bevat. Waarom? Nou, fosforzuur is natuurlijk zuur, kan reageren met een base. En in roest zit O2 min. En dat staat Fe2O3, maar er zit dus O2 min in, wat een base is. En die kan reageren met het zuur fosforzuur. Dus het klopt dat de roest reageert met de roestoplosser. Dan kunnen we naar 35. Een beetje ongebruikelijke vraag over GHS-nummers, PINAS 97b. Maar als je even goed leest, kom je daar snel achter. Je moet iets doen met die gegevens. Nou, wat staat hier? Je moet rubberen of plastieke handschoenen gebruiken. Nou, noteer het ook even in je antwoord. En ga dan even in die PINAS-tabel op zoek naar het juiste nummerplaatje. En dat is deze, nummer 5. Het is corrosief, bijtend voor de huid. Gaan we naar vraag 36. Hier moet je waarneming geven waaruit je kunt afleiden dat dit een exotherm proces is. Nou, een exotherm reactie is iets waarbij energie vrijkomt. Heel vaak in de vorm van warmte. Dus zal de waarneming zijn dat het bekerglas warm aanvoelt. Je kunt natuurlijk ook een thermometer erin zetten om te zien dat de temperatuur stijgt. Maar in ieder geval moet je iets laten zien waaruit blijkt dat er warmte ontstaat. Dan vraag 37. Je moet hier de pH berekenen van natroloog. En de concentratie van dat natroloog is 0,108 molair. Nou, welke formule had je er ook weer voor nodig? De pOH is de min log van de concentratie OH-. En de concentratie tussen deze haken is die 0,108. Dus dat vullen we in. De min log van 0,108, 0,967. Let op, we moeten de pH weten. Dus we moeten nog een stapje doen. De pH is 14,00 min de pOH. Als je dat invult, 14,00 min 0,967, kom je uit op 13,03. Let even op, het aantal decimalen is hier het aantal significante cijfers. Ik heb hier wel overal 3 staan in de vraag, dus die 0,108 is eigenlijk het enige wat we gebruikt hebben. Maar hier staat 14,00, als ik dit er dan van afhaal, dan telt het aantal decimalen. Maar goed, rond het gewoon niet te veel af. 13,03 is goed, 13,0 mag natuurlijk ook. Gaan we naar 38. Een mooi rekenvraagje. Hier moet een massapercentage fosforzuur in die roestoplosser bepaald worden. Met een aantal getallen die hier staan en de reactievergelijking. Nou, pakken we dit aan. Hij heeft hier natroloog bij gedaan. En hij weet daarvan hoeveel milliliter dat is en hoeveel de concentratie is. Dat hoort bij een titratie. Kun je in de reactievergelijking zien dat ze 1 op 1 mol reageren. Dus met het aantal mol OH- kan ik het aantal mol fosforzuur berekenen. Nou, als ik de aanpak even opschrijf, kun je dat zo doen.
Bereken het aantal mol OM in. Dan weet je meteen het aantal mol fosforzuur. Omdat ik naar een massapercentage moet, ga ik dan dat omrekenen naar gram fosforzuur met de molmassa daarvan. En als laatste stap het massapercentage berekenen. Begin niet met die 141 milligram. Ja, dat is een mengsel van allerlei stoffen, dus je kunt dit niet gaan delen door een of andere molaire massa. En je hebt die pas nodig in de laatste stap bij het berekenen van de massapercentage. Nou, hoe werken we dit uit? Aantal mol OM berekenen, dus als eerste stap, dat weten we. Een concentratie en een aantal milliliter. Nou, van die 8,04 milliliter heb ik hier 8,04 x 10 tot de min derde liter gemaakt. En dat vermenigvuldigt dan het aantal mol per liter. En die 0,108 molair betekent 0,108 mol per liter. Nou, typ je op je rekenmachine in, dan vertelt hij dat het 8,68 x 10 tot de 4 mol OM is. Nou, een 1 op 1 verhouding kun je hier zien. Dus er is ook 8,68 x 10 tot de 4 mol H3PO4. Nou, om dat naar gram om te rekenen, moet je even in Binance tabel 98 kijken. Daar staat de molmassa van die stof, H3PO4. Dat is namelijk 97,995 gram per mol. Nou, dan kan ik het aantal mol vermenigvuldigen met de molaire massa in gram per mol. En dan kom ik uit op 0,0851 gram fosforzuur. En nou kan ik het massapercentage berekenen. En dat kan ik doen door te bedenken dat van die 141 milligram er 50,1 milligram fosforzuur is. En dit getal 0,0851 gram is 50,1 milligram. Nou, dan kan ik die 50,1 delen door de totale massa van 141 keer 100%, kom je uit op 60,3%. Nou, 1 heeft dus massaprocent, 3 significante cijfers, getallen in de vraag hebben dat ook. En het is ook geen onzin antwoord, hè. Massapercentage kan natuurlijk niet meer dan 100% zijn, of geen negatief getal. Dus het is goed. Kunnen we naar 39, de allerlaatste vraag van het examen. Je moet hier op microniveau beschrijven waaruit blijkt dat er een lage pH ontstaat. Ontstaat na het toevoegen van die 8,04 molair natriumchloraat. Nou, kijk even naar de reactievergelijking. Dan heeft deze reactie dus helemaal plaatsgevonden. Ja, dus het OM is verdwenen. Dat is ook logisch, want de pH is natuurlijk zuur. Het fosfuur is ook verdwenen. We hebben deze twee stoffen ervoor in de plaats gekregen. Nou, water is natuurlijk neutraal. Dus dit deeltje moet eigenlijk zorgen voor die pH van 0,4. Hoe schrijf je het op? Eerst even laten zien dat je inziet dat de pH zuur is. Dus de oplossing zuur is, omdat de pH 4 is, kleiner dan 7. En schrijf op dat je realiseert dat na afloop die H2PO4 min-ionen aanwezig zijn. En die zullen als zuur reageren. Zullen een H+-ion afstaan. Dan staat er verder HPO4-2-min. Nou, die H+-ionen in oplossing zorgen voor de lage pH. Dat is de eindconclusie van dit examen.